Applaus voor de genomineerden. Saskia de Koster, Tieme Niemstra, Roxane van Ieperen, Richard Odinga en Jan van Tortelboom. De mooie prijzen zoals deze, die helpen het. We zijn denk ik geweldig trots als boekverkopers dat de Boekenbond de sponsor is van deze prijs. De schouders eronder en gaan ervoor. En volgens mij staan alle lichten op groen. Maar ik denk dat ze het kind met het badwater weggooien. De tijdgeest beweegt zich nooit één richting op. Iedere tijd kent grote veranderingen en verschuivingen die spanningen en debat zouden moeten oproepen. Geen schouderophalende berusting. Schipperend tussen fictie en autofictie deelt ze de lezer rake klappen uit. Want verbeelding is een illusie. Alles is er al. De vraag doemt onvermijdelijk op. Wie zijn we nu echt? In een stortvloed van knap voortbonkende observaties overtuigt Hiemstra de lezer van hun gezelligheid, meligheid, wangedrag, hun geloof in hun verbond. Ze zijn verliefd op elkaar en op zichzelf. Het bewonderenswaardige is dat het boek de lezer ook in de wereld van alle dag laat omkijken naar meisjes zoals M. De mysterieuze munt is voor de personages in deze roman de hoop op een doorbraak, op een beter leven. Veel speelt zich in deze geraffineerde roman juist tussen de regels af, waarbij de gebeurtenissen zich openbaren in de rijke beeldtaal die minstens zo beklijvend is als het verhaal zelf. Op een gegeven moment liggen er 5 boeken op tafel en ga je het met elkaar hebben van jongens, wie is hier de uitverkorene? Het winnende boek bevat geen woord te veel. En toch word je gegrepen door de rijkdom van de taal. Mauk van Jan van Tortelboom. Jan van Tortelboom. Maar tegelijkertijd merkte ik toch dat Mauk groeide. En dus ik was niet alleen dat huis aan het bouwen, ik was ook aan mijn boek aan het bouwen, dus in mijn hoofd. Ik heb af en toe wel eens het overzicht verloren. Maar gelukkig is er dan ook een redacteur die meeleest en die zegt van oké, Jan, hier moet je iets meer informatie geven en hier mag je wat minder. Het overkomt je. Maar de echte euforie die zal wel komen nog.